Leuk en welkom dat je kijkt naar een nieuwe episode van Kut Leven. Allereerst een boodschap voor Twan Klei. Twan, je bent een trouwe kijker. Ik vind het heel fijn dat je vaak reageert. Maar er staat iets ingesteld op jouw profiel dat ik niet kan terugreageren. Dat vind ik heel frustrerend. Heel frustrerend. Dus zet dat aan. Weet dat ik waardeer dat je kijkt. Maar ik kan dus niet reageren op jouw opmerkingen. Verander dat. Dan een andere opmerking. Ik heb de vorige video gesproken over moestuintjes. En ik heb dat verhaal niet helemaal afgemaakt. Maar dat was ook niet helemaal de bedoeling. Ik wil de moestuintjes graag bij Darcy laten. Toch? Inderdaad, Bas. Laat dat maar aan mij over. Ik doe de moestuintjes en jij jouw kut leven. Oké? Okay? Bedankt. En dan kunnen we nu eindelijk beginnen met deze video. Vloggen is een hype. Iedereen gaat tegenwoordig vloggen. Nieuwslezer Jan de Hoop vroeg laatst aan Enzo Knol op Twitter of hij hem wilde helpen met vlogles. Helaas had Enzo het te druk met vloggen. Dat is zijn werk, Jan. Uiteindelijk heeft Jan de Hoop les gekregen van Rutger Veurtje Vink. Radiostation Q Music zoekt een vlogger. Nee. Ze zoeken een vlogmeister. Zo'n lekker hip gevonden woord, bedacht tijdens een brainstorm met allemaal overjarige hippe reclamegasten met hoornen brillen lopend op teenslippers. Vlogmeister. Lekker hip. Overigens betekent vlog in het Sloveens toepassingen. Dat is een leuk feitje. Je hebt er helemaal niks aan, maar ik geef het toch maar even mee. Graag gedaan. Eén Vandaag zoekt een nieuwsvlogger. Op een laagdrempelige, humoristische, makkelijk weg te kijken manier, luchtige en persoonlijke manier video's maken over oorlog, het vluchtelingenprobleem, de Zwarte Pieten kwestie, etc. etc. Love Argan Olie. Een fucking site over olie. Zoekt een olievlogger. Of je nu een ervaren vlogger bent of pas net begint, dat maakt niet uit. Als je leuke video's kunt maken, staan wij open voor een samenwerking. Fuck ervaring. Pak een camera en smeer jezelf in met olie. Leuk op je cv. Olievlogger. Scrub your way to the top. Vlogger gezocht om optredens van artiesten te filmen. Ze hebben een vuurspuwer, een voetbaljongleur en ook een poffertjeskraam. Prijs in overleg. Dus ga je gezellig een dagje mee met de poffertjeskraam om te vloggen over poffertjes. Vet. Neemt wel een hele dag in beslag. Binnenkort hebben we dus 17 miljoen vloggers in Nederland. Een heel Enzo Knollenveld vol met mensen die zichzelf aan het filmen zijn. En niemand die kijkt. Terwijl er bijvoorbeeld iemand al vloggend onder de bus loopt. Kijk, dat is dan weer interessant om te zien. Zeker als het Gerard Joling is. Hashtag no hate. Of nee, toch niet. Maar het wordt serieus erg. Bejaardenhuis zoekt bingo-vlogger. Ervaring met kunstgebitten en luiers is een pre. Leverworstfabriek zoekt vlogger voor smeuïge vlogs over leverworst. Lever je vlog trouwens snel in als je nog kans wilt maken op deze uitdagende baan. Wil je leuke vlogs maken over koffiemelk? Meld je dan nu aan bij Friese Vlog. Misschien iets voor Joost. Die spreekt de taal ook. En ook de seksindustrie is op zoek naar enthousiaste vloggers. 18 plus. Dames die zichzelf willen filmen tijdens de seks. Met zichzelf of met iemand anders. Dat maakt niet zoveel uit zolang je het maar vlogt. Leuk voor je cv. En als je bekend wil worden, goed te combineren met een vlog over bijvoorbeeld Love Argan Olie. En nieuwslezer Jan de Hoop doet ook mee. Kortom, het wordt best wel een beetje erg. En ik ben dan ook heel blij dat ik geen vlogger ben, maar een YouTuber. Ik zou het trouwens wel erg leuk vinden als Enzo Knol reageert op deze video. Maar dan wel graag met een brief. Dat wordt namelijk de nieuwe hype. Brieven schrijven. Met postzegels en zo. Want in tegenstelling tot video's maken, kan bijna niemand dat meer. Bij deze mijn adres. Ik ontvang graag brieven, tekeningen, knutselwerkjes, pakketjes, de whole shebang. Post. Ik wil post. Post. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Dat kan natuurlijk hier. Hier heb ik nog een hele leuke video. En hier heb ik nog een hele populaire video. Deze video is ook populair, maar goed, je weet wat ik bedoel. Kijk gewoon die video's even. Het is belangrijk om door te kijken. Hè? Niet dat je deze video hebt gekeken, dat je dan stopt. Dat je alles kijkt. Binnenkort komt er een soort van tentamen slash examen. Ik wil dat jullie alles weten over kutleven en dan geef ik dingen weg. Giveaways, boten, laptops, gordijnen, checks, banketbakkersroom en bijvoorbeeld t-shirts. Dat meen ik serieus, t-shirts. De rest was gelul. En dan zie ik jou graag een volgende keer weer bij een nieuwe episode van Kutleven.